Cicero Pro Caelio Caput 30 en 31. Sunt autem. Er zijn echter duo crimina, twee aanklachten. En die worden uitgelegd door middel van twee genitivi. De aanklacht van goud en de aanklacht van gif. In quibus, waarin, je kunt zeggen dat dit een betrekkelijke bijzin is, dat hier beter een komma had kunnen staan. Je kunt ook zeggen dat dit een relatieve aansluiting is, daarin, het maakt voor het begrip van de tekst niks uit. Daarin, versator, is betrokken, een deponens, una atque eadem, één en dezelfde persona, één en dezelfde persoon. Namelijk, aurum sumptum, het goud is, vul aan, est, is genomen a Claudia, van Claudia. Dus het is van Claudia aangenomen, het is geleend van Claudia. Daarom staat er in je aantekeningen sumere hier lenen. Het goud is geleend van Claudia. Venenum quaesitum, het gif is gevraagd. Ut digitur, zoals wordt gezegd. Wat voor gif? Het gegif dat quod daretur werd gegeven. En dit is een relatieve bijzin met een conjunctivus, die kan een bijsmaak hebben. Het zal hier wel een doelaanduidende zijn. Dus het gif om te worden gegeven aan wie dan? Aan Claudia. Het gif is gevraagd, of het gif is aangeschaft, om aan Claudia te worden gegeven. Ut dicitur, naar er gezegd wordt. Degene die dat zegt, overigens, zal de aanklager zijn geweest in de vorige redenvoeringen. Omnia sunt alia, omnia alia, alle andere dingen sunt, zijn non crimina, niet aanklachten, sed, maar maledicta, maar scheldwoorden. En ze zijn jurgi petulantis. Letterlijk staat hier, dit is een genitivus, van een ordinaire scheldpartij, van een ordinaire ruzie. En die genitivus kun je beter vertalen met passend bij. Dus passend bij een ordinaire ruzie, magis quam, meer dan passend bij, weer een genitivus, dan een publicae quaestionis, meer passend dan bij een openbaar gerechtshof. Aan de aanhalingstekens openen en sluiten kun je zien dat hier geciteerd wordt. Dit zijn woorden die geroepen zijn, of waarschijnlijk geroepen zijn, aan het adres van Caelius. Adulter, over echtbreker, impudicus, smeerlap, sequester, omkoper. Ja, zegt Cicero, die woorden, convicium est, dat is een scheldwoord, non accusatio, niet een beschuldiging. Nullum est in him, immers, zij gaat het uitleggen, nullum est fundamentum, er is geen enkele grondslag. Horum criminum, horum is gewoon genitivus meervoud van hic in het mannelijk mensen. Dus er is geen enkele grondslag, wij zouden zeggen grondslag voor, het Latijn gebruikt een genitivus. Er is immers geen enkele grondslag voor deze aantijgingen, deze beschuldigingen. En er is nulla sedes, geen enkele houvast. Er is niets waarop het zit of waarop het gestoeld is, die aanklacht. Vandaar sedes, stoel. Voces sunt contumeliosae temere. Het zijn, sunt voces, uitspraken, contumeliosae, en wel beledigende uitspraken. En daarvan wordt gezegd dat ze temere, op goed geluk, ab irato accusatore, door een boze beschuldiger, nullo auctore, zonder enige bron, emissai, uitgebracht, geuit. Dus het zijn uitspraken, geuit, het zijn contumeliosai uitspraken, het zijn beledigende uitspraken, op goed geluk, door een boze aanklager, zonder enige bron, geuit. Maar, zegt Cicero, horum duorum criminum video auctorem, video fontem. Van deze twee aanklachten, allebei, alle drie de woorden in de genitivus meervoud, video, zie ik een auctorem, zie ik een zegsman. Video fontem, zie ik een bron. Met andere woorden, ik weet waar deze aanklachten vandaan komen. Video certum nomen et caput. Ik zie een zekere naam en een caput en een initiatiefnemer. Hij gaat het uitleggen. Auro opus fuit. Opus esse, er is nodig zijn, dus er was behoefte aan aurum.
Er was behoefte aan goud. Er was goud nodig. En wel Caelio. Voor Caelius was er goud nodig. Caelius had dus zelf goud nodig. Sumpsit a Clodia. Hij leende het a Clodia van Clodia. Hij leende het, hij sumpsit, sine teste, zonder getuigen. Habuit, en hij hield het, quam diu voluit, zolang als hij wilde. Dus dit was duidelijk niet een nette zakelijke constructie, want dan heb je daar een getuige bij. En dan betaal je het op tijd terug. Maximum video signum cuiusdam egregiae familiaritatis. Ik zie een zeer duidelijk teken, letterlijk natuurlijk een zeer groot teken, superlatives. Ik zie een zeer duidelijk teken van cuiusdam, dat is de genitieve enkelvoud van quidam, een of andere, van een of andere egregiae, bijzondere of buitengewone familiaritas, familiariteit, intimiteit. Ik zie een zeer duidelijk teken van de een of andere bijzondere intimiteit. Dat doe je niet zomaar. Necare eandem voluit, doden wilde hij dezelfde, diezelfde vrouw. Quaesivit venenum, hij ging op zoek naar venenum, naar gif. Hij schafte vergif aan. En dan komt er een zin waar een tekstkwestie zit. Niet helemaal duidelijk is wat er nou precies heeft gestaan, maakt voor het goed begrip van de tekst niet zo vreselijk veel uit. Er staat in ieder geval dat hij sollicitavit, dat hij opstookte of dat hij omkocht. En nu staat er in onze tekst quos potuit, dus hij kocht om degene die hij kon omkopen. Er is voorgesteld om de tekst te wijzigen in sollicitavit servos. Dat moet dan op de plek van het quos komen te staan. En dat potuit eigenlijk een verschrijving is voor potionem, een drankje. En aangezien het over gif gaat, is dat natuurlijk best voorstelbaar. Want hoe krijg je gif bij iemand? Nou, je moet eerst het drankje mengen en vervolgens moet je het laten brengen door een slaaf. Dus hij stookte op servos, moeten dan komen te staan. Hij stookte slaven op en hij potionem en het drankje paravit maakte hij klaar. Voor beide teksten is vast iets te zeggen. Ik neem verder geen stelling in. Het is in ieder geval heel duidelijk volgens mij wat er ongeveer gebeurt. Dus toen hij die dingen geregeld had, komt er nog iets. Locum constituit. Hij bepaalde een locum. Hij bepaalde de plaats. En hij atulit. En hij bracht het er naartoe. Vul aan natuurlijk dat gif uit het voorafgaande. Magnum rursus odium video cum crudelissimo discidio extitisse. Ik zie dat wederom magnum odium, een zeer duidelijke, duidelijke reden tot haat, extitisse, is ontstaan, cum crudelissimo discidio, samen met een zeer vrede breuk. Dus blijkbaar is er iets heel erg misgegaan in de verhouding tussen Clodia en Caelius. Res est omnis in hac causa nobis judices cum Clodia. De leegte tussen de twee stukjes tekst komt doordat ik even twee plaatjes onder elkaar heb geplakt. Stoor je daar niet aan. Res omnis, de gehele zaak est, is in hac causa in deze zaak. Dus het hele eieren eten is in hac causa in deze zaak nobis voor ons judices. Beste heren, leden van de jury. Cum Clodia, met Clodia. Dus we hebben in alles wat er in deze zaak aan de hand is met Clodia te maken. En over Clodia wordt nog van alles gezegd, namelijk muniere, een vrouw, non solum nobili, niet alleen van adellijke kom af, maar sed etiam, maar ook nota, maar ook algemeen bekend. Iedereen kent haar. Dus niet alleen zit ze in de bovenste laag van de bevolking, nobili, maar ze is ook nog is zo bekend als de bonte hond. De qua, over haar, relatieve aansluiting. Ego, dicam, zal ik zeggen, dicam is een gewoon futurum nihil, zal ik niets zeggen, nisi, tenzij causa, terwille van het, dat causa met een genitivus is, terwille van. Dus ik zal niets zeggen, behalve iets dat gericht is, causa, terwille van, en dan komt er een gerundivum, constructie, een dominant gerundivum, dat vertaal je meestal met het puntje puntje van het puntje puntje puntje, namelijk terwille van het depellendi, het weerleggen criminis van de aanklacht. Dus ik ga niks over te zeggen als dat niet gericht is op het weerleggen van de aanklacht. Einde van deze paragraaf.